Hallo allemaal, welkom bij mijn kanaal en welkom bij weer een nieuwe adventskalender video. Deze keer hebben we de adventskalender van Douglas. Bij Douglas hebben ze een aantal adventskalenders van het eigen merk, van de Douglas Collection. En dit is de duurste, van de 3 geloof ik. Volgens mij zijn er 3. Dit is de Douglas Collection Luxury Adventskalender. Deze kalender kost €44,95. Vind ik best een goede prijs, zeker als ik zie hoe die eruit ziet. Ik heb natuurlijk geen idee wat erin zit, dus of de inhoud het ook waard is, ja, dat weet ik gewoon simpelweg nog niet. Daar gaan we zo meteen achter komen, maar ik wil het eerst even over het uiterlijk hebben. Want, zo krijg je hem binnen, gewoon als een doos. Dan maak je hem open en dan heb je dus dit. Heel leuk, 3D. Het is een hele mooie stevige doos. Hier zitten dan wat vakjes en dan heb je hier nog een laadje, daar zitten ook vakjes. En wat ik eigenlijk nog wel het allerleukste vind, want ik vind dit er al heel gezellig en feestelijk uitzien, maar let op. Er zit gewoon een spiegel in. Hi! Dit is toch fantastisch? Dus uiteindelijk als je alle vakjes hebt uitgepakt, heb je gewoon een hele mooie jewelry box of een make-up opbergbox, wat je er dan ook mee wil doen. Maar het is in ieder geval een prachtige doos om te hergebruiken. En is die ook nog helemaal leuk met sterretjes. En kijk, nu kan ik ook heel makkelijk dit wel even laten zien. Hij is super kerstig. Ik vind hem echt onwijs mooi. Dus qua uiterlijk, 10+. Nu al een 10+. Dat doet voor mij goed. Dus als dan de inhoud iets minder is, dan denk ik dat ik bereid ben om ze dat te vergeven. Nou hoop ik dan natuurlijk nog steeds dat de inhoud gewoon leuk is. Maar daar gaan we nu achter komen. Dan voordat we gaan beginnen, nog even over de winactie. Aan het einde van alle adventskalendervideo's ga ik weer een winactie houden. Mocht jij nou kans willen maken op die winactie, moet je 3 dingen doen. Je moet geabonneerd zijn op mijn kanaal, je moet alle adventskalendervideo's liken. En je moet af en toe even een leuke reactie achterlaten, zodat ik weet dat je ook daadwerkelijk kijkt. Maar nu gaan we deze openmaken. Laten we gauw gaan beginnen. Even kijken, dan hebben we hier dus nog een la. Komt wel een lekkere geur vanaf. Oké, dan kan ik nu vakje 1 al niet vinden, dat is top. Oh, hier. Heus wel. Vakje 1. Het zijn ook gewoon doosjes trouwens. Dus misschien dat ik deze adventskalender ook wel ga hergebruiken. En volgens mij hebben we gelijk een lipstick. Ja. In een hele mooie nude kleur. De huls voelt wat goedkoop. Die is extreem plastic. Maar ik vind de lipstick er wel onwijs mooi uitzien. Dit is in de kleur Rose Nude. Ja, vind ik een heel leuk eerste product. Ze beginnen goed. Dan gaan we naar vakje 2. Die zit hierboven. Daar zit een klein tubetje in. Volgens mij is dat hetgeen wat ik rook. Ja, volgens mij wel. En dit is van een Douglas Naturals. De Organic Pink... Oh, het is een face scrub. Met pink pomelo en holy basil. Ik heb werkelijk waar geen idee. Een klein mini gezichtscrupje. Ik heb nog nooit iets gebruikt van Douglas Naturals. Ik wist niet eens dat ze zo'n natuurlijke lijn hadden. Nou heeft volgens mij iedereen dat inmiddels. Ieder merk heeft een natuurlijke lijn. Letterlijk het enige wat erop staat is zachte gezichtscrup. En dat dan in 14 talen. Ja, prima. Ja, ik hou niet zo heel erg van gentle gezichtscrubs. Ik heb liever een wat heftigere. Maar nee hoor, helemaal geen verkeerd product. Ik vind het wel een vrij kleine tube. Hij is maar 10 milliliter. Maar heel eerlijk, ik weet niet wat deze lijn van Douglas kost. Misschien is die wel wat duurder. En is dit dus een prima formaatje voor in een kalender van €45. Want ja, heel eerlijk, de prijs van deze kalender viel me best mee. Dan gaan we naar vakje 3. Oh, die is heel laag. Deze zijn allemaal heel laag. Ja, daar zitten dan dit soort dingen in. Het is zo'n schoonmaakspons. Zo'n herbruikbare. Ja, weet je, ik gebruik ze wel. Dus vind ik het heel erg? Nee. Word ik er heel enthousiast van? Nee. Maar goed, als er dan zo nodig opvuldingen in moeten zitten, laat het dan inderdaad dit zijn. En geen nagelvel en nagelstickers. Laten we hopen dat die deze keer even ons bespaard blijven. Dan gaan we naar vakje 4. Die is wat zwaarder. Er zit een nagellakje in. In de kleur Sweetie Pink. Heel mooi licht roze kleurtje. Ja, vind ik niet verkeerd. Nee hoor. Heel eerlijk, ik word niet heel enthousiast van nagellak. 1. Ik heb gewoon genoeg.
Voor dat af en toe dat ik eens gewoon een nagellak draag. Want heel eerlijk, ik draag niet zo heel vaak gewoon een nagellak. Nu toevallig wel. En ja, ik heb wel genoeg. Maar ik vind het niet erg in een dit soort adventskalender. Vakje 5. Die ruikt ook weer heel lekker. En daar zit een tube in. En dit is een body wash. Van Douglas Home Spa. Ik wist niet eens dat Douglas dit allemaal had, joh. Van een eigen merk. En dit is met bergamot en sea salt minerals. Ja, hij ruikt heel lekker. Heel lekker fris. Ja, ik vind het echt een hele lekkere geur. Ja, prima. Het is 50 milliliter. Goed formaatje. Leuk. Vakje 6. Die zetten we hier. Die is wat groter. Die is wel wat zwaarder. Ik ben alleen een klein beetje bang dat dit een spiegel is. Of niet. En we stoppen gewoon in vakje 6 een oogschaduwpaletje. Let's go Douglas. Ik weet dat het plasticje misschien een beetje vervelend kijkt. Maar ik laat hem er wel even op zitten. Want ik weet namelijk niet of ik dit ga houden. Maar het is ja, gewoon een mooi natuurlijk paletje. En gewoon in vakje 6. Dus wat ik zeg, let's go Douglas. Leuk. Dan ben ik wel heel benieuwd wat er in vakje 24 gaat zitten. Nou, doet niet iedere kalender mee aan de traditie dat het laatste vakje het leukste moet zijn. Zijn we inmiddels alweer achter. Maar goed. Vakje 7. Het is een lipbalm en dan leuk in zo'n shrill. Dat het lijkt op een candy cane. Ja, het is gewoon een lipbalm. Ik word niet heel enthousiast van een lipbalm. Maar ik word wel enthousiast van het feit dat ze hun best hebben gedaan om kerstig te maken. Het is niet gewoon een lipbalm. Dus dat vind ik wel heel leuk. We gaan naar vakje 8. En dit is een liquid eyeshadow in de kleur chestnut. Heel mooi. Ja, ik ga hem niet swatchen, want wat ik net al zei, ik weet gewoon niet zeker of ik het ga houden. Maar ja, ik vind dit wel heel leuk. En ik vind de kleur heel mooi. Ja, leuk vakje. Ik weet trouwens niet of de andere kalenders dezelfde inhoud hebben. Die zijn 30 euro geloof ik. Volgens mij zijn die 29,99. Het zou goed kunnen dat je dezelfde inhoud krijgt, maar dat je puur nog 15 euro extra betaalt voor de doos. Maar dat weet ik gewoon simpelweg niet. Dus ik zou zeggen, zoek even iemand op die die kalenders heeft unboxed. Dan weten we, nou ja, of de inhoud hetzelfde is. Ik denk dat ik dat zelf ook ga doen. Dan gaan we naar vakje 9. Die is weer heel licht. Het voelt weer als zo'n schoonmaakding. Of misschien dat het een powderpuff is. Ja, een powderpuffje. Ik vind het wel een fijne, denk ik. Goed formaatje. Hij is lekker dik. Hij is heel lekker zacht. Ja, ik denk wel dat ik dit een fijne vind. En aangezien mijn powderpuff aan vervanging toe is, vind ik het helemaal niet erg. Een powderpuff. Dan gaan we naar vakje 10. Die is wel wat zwaarder. Voelt als een nagellakje. Nee, het is geen nagellakje. Echt niet. Het is een tube. Het is een shampoo. De Douglas Salon Hair Volume and Strength Shampoo. Ja, ik zal het niet gebruiken. Gewoon omdat ik niet zo van andere shampoos ben. Maar ja, prima. Prima dat het erin zit. Dan gaan we naar vakje 11. Daar zit weer een klein tubetje in. En dit is een face mask. Met organic lavendel. Ja, fair enough hou ik ook niet zo van. Gewoon omdat ik dit gedoe vind. Ik heb liever een sheet mask. Ik vind dit gewoon gedoe. Dat moet je er dan opsmeren. Dat moet je het er weer afhalen. Nee, ik hou er gewoon niet van. Vakje 12 zit helemaal bovenin. Het voelt als een potloodje. En dat is het ook. En dit is een lip liner in de kleur Lovely Brown. Mooie lichtbruine nude kleur. Waar ik dan benieuwd naar ben. Ik denk dat ik de lip liner iets te licht vind voor de lipstick. Ja. Dat denk ik wel. Ik had het wel leuk gevonden als dit dan een setje was geweest. Misschien dat zij het wel een setje hebben bedacht. Alleen dat ik het daar gewoon niet mee eens ben.
Maar ik vind een lipliner wel leuk. Vakje 13. Wat is dit? Een Bed Fizzer. Die heel lekker ruikt. Ja, ergens een beetje ouderwets. Maar ik hou er wel van. Ja. Dit is een hele ouderwetse geur. Doet me ergens een beetje denken aan mijn oma of zo. Wat voor geur is het? Het staat er niet op. Nee, er staat alleen op dat je hem niet moet inslikken. Nou, dat lijkt me logisch. Ja, ik vind hem heel lekker ruiken. Ik heb geen bad, dus ik heb hier precies helemaal niets aan. En ja, ik weet dat je het dan in een voetenbadje kan doen, maar dat ga ik ook niet doen. Zij gaat lekker naar iemand met een bad die er wel iets aan heeft. Vakje 14. Daar hebben wij een lipgloss in de kleur Glitter Amber. Nou, glitter is die. Holy moly zeg. Hij is heel glitterig. Ja, ik weet niet of ik dit mooi ga vinden. Dit is mij altijd een beetje te... Weet je, met kerst, ik snap het echt wel. Als mensen het doen. Ik vind het soms bij mensen ook wel cool staan. Bij mezelf iets minder. Vind ik het erg dat het erin zit? Nee, dat niet. Dat kan dan wel weer leuk met de lipliner trouwens. Want ik verwacht dat de lipgloss niet super gepigmenteerd gaat zijn. En dan is het met die lipliner wel leuk. Vakje 15. Heel zwaar. Daar hebben wij een kaarsje. Dazzling Nature. Nou, heel ver weg ruikt hij ergens naar, maar Pine and Patchouli. Nou, je moet wel heel erg je best doen. Dit ga je denk ik niet ruiken als die gewoon naast je staat. Vind ik het heel erg. Nou, ik had, ja, nou ja, eigenlijk wel. Ik had het wel leuk gevonden als het dan ook een lekkere geurkaars was geweest. Maar ik ruik hier gewoon niet zo heel veel van. Dus dat vind ik wel jammer. Vakje 16. Een pincet. Geen pincet. Dit is een eye pencil. Waterproof. Volgens mij gewoon in het zwart. Ja, ja, het is gewoon een zwart oogpotlood. Er zit nog wel een puntenslijpertje aan vast. Vind ik dit heel interessant? Nee. Nee, gewoon niet. Pakje 17. En daar hebben wij een Nail & Cuticle Oil. Ja, het is dat ik er inmiddels 3 van heb. Maar dat komt omdat ik meerdere kalenders uitpak. Als je natuurlijk 1 kalender uitpakt per jaar. Ja, dan is dit een prima vakje. Vakje 18. En hier hebben wij een Cleansing Micellair Water. Weer van die Douglas Naturals lijn. Met Organic Cornflower en Aloe Vera. Ja, ook prima. Ja, weer een kleintje. Weet je, ik vind dit altijd wel handig om mee te nemen op vakantie of zo. En ik vind het goed verdeeld trouwens. Ja, ik weet dat we er nog niet zijn. Maar dat vind ik nu al wel. Ze hebben het goed verdeeld. De iets mindere producten, wat er tot nu toe vind ik trouwens niet heel veel zijn. Maar de iets mindere producten die zitten wel gewoon goed verdeeld tussen de leukere producten. Vakje 19. Dat voelt alsof dit weer een iets minder product gaat zijn. Ja, ja, ja. Ja, blotting paper. Action heeft ze een keer gelaten dit jaar. Daar was ik op zich best blij mee trouwens. Want ik heb ze nog van de afgelopen 4 jaar. Nee. Nee, ik kan me best voorstellen als je dit wel gebruikt dat je er blij mee bent. En dat je het ergens jammer vindt dat andere adventskalenders het niet meer doen. Maar nee, ik word er gewoon niet zo heel enthousiast van. Pakje 20. Nou, is hier de pincet dan? Het is nog steeds geen pincet. Wat leuk! We hebben een liquid blush in de kleur Sweet Pink. Nou, wat leuk. Die gaan we even zwartje, want dit ga ik toch wel houden. Mooie kleur. Blendt het een beetje? Ja, het blendt misschien iets te zelfs. Ja, je kan er wel aardig wat van aanbrengen, maar jullie kunnen dat denk ik op beeld net niet helemaal lekker zien. Maar je krijgt best een mooi waasje.
Nou, er zit echt, ja, wel, jawel. Ik denk dat je er flink wat van kan aanbrengen. Maar als je van niet al te heftige blush houdt, maar gewoon een waasje van blush, dan denk ik dat deze best mooi is. Ja. En ik vind het leuk dat dit erin zit. Ja, vind ik echt heel leuk. Vakje 21. Er zit weer een tube in. En dit is de conditioner. Ja, de Douglas Hair Salon Volume and Strength Conditioner. Nee hoor, prima. En zeker aangezien het een setje is, word ik blij van. Nee hoor, helemaal niet erg. Leuk. Pakje 22. Wat hebben wij hier? Een Feel the Love. Oh, de parfum. Pink peppercorn en Madagascar vanille accord. Oké. En hij heet Feel the Love. Het is 5 milliliter. Oh, het is met zo'n balletje. Nou, helemaal niet verkeerd. Nee, hij is een beetje zoetig. Maar ook wel fris. Ik vind het eigenlijk voornamelijk een lente- en zomergeur, als ik heel eerlijk ben. Zo ziet hij er ook wel een beetje uit, toch? Ja, nee, ik vind het helemaal niet verkeerd. Ik vind het best een leuk vakje eigenlijk. En het is een lekker geurtje. Ja, nee, leuk. Het staat ook op het doosje. Dus we hadden kunnen weten dat het erin zat. Nou zit ik te kijken of er op de andere doosjes ook. Zat in vakje 15 een nagellakje? Want daar staat een nagellakje op. Dat zijn overigens de enige twee dingen waar iets op staat waar je iets van kan afleiden. Dus nou ja, vooruit. Vakje 23. Die zit hier. De ene laatste alweer. Dit is nog een tube. En dit is de Douglas Home Spa Handcreme. Met Ylang Ylang en Tiare Flower. Geen idee. Ik kan hem niet ruiken, want hij zit verpakt in plastic. Maar ja, nee, ik vind dit helemaal niet verkeerd. Nee, ik ben gek op handcreme, zoals jullie weten. Dus ja hoor, dit komt wel weer op. Het luchtje is echt lekker. Ja, ik vind hem echt heel lekker. Hij heeft een beetje vanille-achtige tonen. Bloemig en vanille-achtig. Ja, ik vind hem echt heel lekker. En dan gaan we naar de allerlaatste. En dat is vakje 24. Dat is deze lange. Ja, ik zou zeggen als ik het zo voel, een luchtje. En dan gewoon een lange. Maar ja, dat kan ik me bijna niet voorstellen. We gaan gewoon kijken. Het is een mascara. De Fake It Baby False Lash 12 uur Longlasting Mascara. Ja, prima. Dit is het borsteltje. Ja, nee, helemaal prima. Wat mij betreft had het niet in het laatste vakje hoeven zitten. Maar ik ga niet klagen. Want wat had ik dan in het laatste? Nou ja, het oogschaduwpaletje, het luchtje. Maar ik vind het geen verkeerd laatste vakje. Ik vind het niet slecht. Ik denk dat een hele hoop mensen een mascara wel een leuke afsluiter vinden. Ik heb dat gewoon niet zo. Maar ik denk dat een hele hoop mensen dat wel hebben. En dan, wat vind ik van deze kalender? Ja, hij kreeg natuurlijk al een 10 plus op uiterlijk. En heel eerlijk, de inhoud vind ik ook echt niet verkeerd. Nee, er zaten echt hele leuke producten in. En de paar dingetjes die er dan in zitten, die je als opvulproduct zou kunnen zien, die hadden ze goed erin verwerkt, waardoor het niet zo vervelend was of zo. Dus ja, ik vind het gewoon echt een hele leuke kalender. Ik vind hem echt oprecht heel geslaagd. Ja, goed gedaan, Douglas. Dan ben ik heel benieuwd wat jullie van de inhoud van deze kalender vonden. En wat jullie uiteraard van het uiterlijk van deze kalender vonden. Laat me dat vooral even weten in de reacties. Daar ben ik heel benieuwd naar. En dan wil ik jullie heel erg graag bedanken voor het kijken. Mocht je dit nou een leuke video hebben gevonden, doe dan even je duimpje omhoog. Vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal, daar zou je me heel blij mee maken. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende. Doei doei!